Kijkers, help mijn man is hebben medelijden met Ruud. John Williams heeft in zijn carrière als presentator van Help mijn man is klusser al vele bouwvallen meegemaakt. Maar van de bouwval van Annette en Ruud in de aflevering van gisteravond schrikt de presentator toch wel echt. Al 16 jaar is het huis van het stel een grote rommel. En daarnaast is het ook nog eens hartstikke vies. Voor Annette moet er nu echt wat gaan veranderen. En dan bedoelt ze niet alleen aan het huis, maar ook aan hun relatie. Als je met mij verder wil gaan. Wil ik dat je hulp gaat zoeken, vertelt ze Ruud. De Help mijn man is klusters kijkers verbazen zich echter over deze uitspraak en over de gehele opstelling van Anneke. Toen Ruud en Anneke in 2007 het klushuis kochten in het Zuid-Hollandse Heinenoord, had Ruud nog grootse plannen voor de verbouwing. Maar meerdere herseninfarcten zorgen ervoor dat Ruud niet meer in staat is om te werken. Hij moet de verbouwing stilligen en komt thuis te zitten. Het resultaat is een bouwval. Waar kabels uit open plafonds hangen, een dikke laag stof op de kozijnen ligt en waar het stel op twee matrasjes in een onafgemaakte slaapkamer slaapt. Ik krijg hem niet meer aan de slag. Hij komt tot niets en ik zie het niet meer zitten. Uit Anneke haar frustratie. Volgens Anneke spelen de herseninfarcten deels een rol hierin. Maar hij kan gewoon veel en ik ben het zat. Ik wil dat er gewoon een keer iets gebeurt. Ik heb het er wel eens over met Ruud, maar het voelt dan alsof ik tegen een muur aanpraat. Hij verschuilt zich achter zijn problemen. Blue Circle, Abluciclet, april 3, 2023. De hulp van de Help mijn man is klusser-presentator is dus hard nodig. Als Ruud Williams voor zijn deur ziet verschijnen, weet hij hoe laat het is. Wegrennen of zich verstoppen doet hij echter niet. In tegenstelling, hij pakt de hulp met beide handen en tranen in zijn ogen aan. Het wordt tijd dat er iets gebeurt, schat, begint Anneke. Er zijn dingen die ik niet alleen kan, schat. En dat weet je. En er zijn dingen die ik ook niet meer durf. Als Williams met Anneke samen door het huis loopt, valt het Williams al snel op dat het niet alleen een bouwval is. Maar dat het ook behoorlijk vies is. Ik zie overal spinnenwebbende viezigheid is Anneke ook niet ontgaan. Ik vind dat hij dat moet doen. Ik werk 3 dagen per week en ik heb het hartstikke druk. Williams valt van de ene verbazing in de andere. Hier ga ik niet eens meer naar binnen. Zegt Anneke als ze bij de hobbykamer van Ruud staan. Dit is niet normaal, benadrukt Williams als hij. Zonder camera's, een kijkje neemt in de hobbykamer. Dit is echt troosteloos. Tijdens zijn tour door het huis, leert Williams dat er niet alleen problemen zijn met het huis. Maar ook met de relatie tussen Anneke en Ruud. Het wordt steeds meer vriendschappelijk. Je hebt te maken met iemand die qua karakter heel anders is geworden. Al sinds 2012. Ik hoop vooral dat we dingen kunnen gaan veranderen en dat we het weer leuk met elkaar kunnen hebben, geeft Anneke toe. Als Ruud en Anneke even later bij elkaar zitten, stelt Anneke Ruud een ultimatum. Ik wil dat je je er bewust van bent dat als je met mij verder wil, je eerst hulp moet gaan zoeken. Ruud reageert hier lachend op, wat niet goed valt bij Anneke. Ik vind het niet leuk dat je het weglacht, want het is serieus, benadrukt ze. De Help mijn man is klusters kijkers verbazen zich echter over de opstelling van Anneke en hebben medelijden met Ruud. Enig idee wat één infarct met je kan doen? Hij heeft er 5 gehad. 5, vraagt een kijker zich op Twitter af. Geef hem verdik om eens een compliment en laat madame zelf ook eens wat doen, voegt een andere kijker toe. Verhulst, Adbasje Prasje, april 3, 2023. Man heeft herseninfarcten en DIA's gehad, heeft dus een oprecht excuus om niet veel te kunnen doen. Vrouw zet man voor lul op de nationale tv. Floor Jansen, Ad Jansen Snuf, april 3, 2023. Claudia, Ad Claudia, april 3, 2023. Manuel, Ad Manuel 0267674, april 3, 2023. Zeeuws Wufje, Ad Sidi 1970, april 3, 2023. Noah, Ad Noah Gerets, april 3, 2023. Winster, Ad Winneking, april 3, 2023. Evi Ais, Ad XYXYWantje 2, april 3, 2023.
Hoewel het niet makkelijk voor Anneke en Ruud is, houden ze wel nog van elkaar. Ruud gaat daarom akkoord met het ultimatum van Anneke en gaat aan de slag met het klusteam van Help Mijn Man is Klusser. Na enkele dagen zwoegen zijn er al grote stappen gezet. De badkamer is eindelijk af en zowel de keuken als de gang hebben weer een plafond. Ik herken het niet meer terug, geeft Anneke zichtbaar geëmotioneerd toe als ze voor het eerst weer door het huis loopt. Ook heeft het stel eindelijk twee echte bedden en is het huis een stuk schoner. Helemaal opgeruimd is het nog niet. Maar de twee spreken af dat voor de zomer klaar moet zijn. Dan hebben we nog 5 maanden. Stelt Anneke. Dat is genoeg tijd, maar je moet nog wel echt aan de bak, spreekt Williams Ruud toe. Je kunt de aflevering van Help Mijn Man is Klusser terugkijken via RTL XL.